Waar komen onze associaties bij geuren vandaan? Dit is de Universiteit van Nederland. U kent dit allemaal. U komt een ruimte binnen, u ruikt iets en plotseling bent u terug in het verleden. U ziet de beelden er ook bij, u hoort de geluiden, maar ook er komen allerlei emoties terug die u ook voelde op het moment dat u voor het eerst die geur rook. Dat wordt een Proustiaanse herinnering genoemd naar Marcel Proust. Die schreef zo'n eeuw geleden Op zoek naar de verloren tijd. En die vraagt zich af, wat heeft zij in haar hand? Dit is een uitbeelding van de herinnering die Marcel Proust beschrijft. Dus hij neemt een madeleine, een Frans cakeje. Hij doopt dat in de lindenbloesemthee. Hij neemt een hap en hij voelt zich overweldigd door emotionele herinneringen van vroeger. Alle emoties. Hij is weer terug bij zijn tante in Combray, waar hij alle zondagen madeleines doopte in de lindenbloesemthee. Nou, wetenschappers zijn het erover eens dat inderdaad de reuk het zintuig bij uitstek is om vroege herinneringen op te roepen. En ze werken als een tijdmachine. En ze werken die sterke associaties op en die emotionele beladen herinneringen, omdat je reukcentrum, je bulbus olfactorius, naast je amygdala zit, je emotionele centrum, en de hippocampus, waar je herinneringen opslaat. Dus dat is bijna een drie-eenheid. En dat is zo geëvolueerd, het reukzintuig, om direct te herkennen of iets veilig is of juist gevaarlijk. Dus ruikt u brandlucht, dan komt daar meteen de emotie angst bij en dan zult u wegrennen. U zult niet gaan denken, waar heb ik dit eerder geroken? Nou, die herinnering van Proust was een hele specifieke. Waar het interessant wordt, dat zijn de collectieve herinneringen. Geuren die met heel veel mensen iets doen. Maar 1 op de 3 mensen kan zich geuren voorstellen. Ik ben heel benieuwd, wie kan zich echt geuren voorstellen alsof hij ze ruikt? Hij of zij ze ruikt? Ja. Omdat dat zo moeilijk is, heb ik een aromajockey uitgenodigd die de geuren gaat verspreiden voor ons. Dus ik wil u voorstellen aan Jorg Hempenius. Nou, deze geur zal bij veel van u, dat kan ik u beloven, een associatie oproepen of een herinnering. Wat Jorg hier net verspreid heeft, dat is lavendel. En wat zo bijzonder is aan lavendel, is dat het al duizenden jaren en bijna universeel in alle landen als lekker wordt ervaren. Het wordt ook al duizenden jaren op dezelfde manier gebruikt. Dus in Pompeji legden mensen een takje lavendel in hun linnenkist. In de 17e eeuw deed men dat nog steeds in Amsterdam. En misschien dat jullie oma's of jullie zelf het ook nog wel doen. Dat is niet alleen om het beddengoed lekker te laten ruiken, maar ook omdat het insecten weert. Ik wil het vanavond met jullie gaan hebben over waar die associaties allemaal vandaan komen door te kijken naar historische voorbeelden. Want natuurlijk veranderen associaties vaak wel. In dit geval is dat misschien minder zo, maar dat gebeurt vaak wel. Maar eerst, omdat wij op de lagere school natuurlijk nooit hebben leren ruiken, wil ik met jullie een crash course ruiken doen. Onder jullie stoel liggen 3 zakjes. En in 1 daarvan, dat zult u voelen, zit een jellybean. Wij gaan nu zelf ervaren dat wat we in onze mond stoppen, dat we dat vooral ruiken. Want doet u allemaal maar uw neus dicht, doet u dan de jellybean in uw mond. Nou, wat neemt u waar? Misschien 1 of 2 van de 5 smaken. Doet u uw hand maar van uw neus, adem in. En u zult merken bij de uitademing dat het aroma vrijkomt. Dat lijkt dus alsof het in onze mond plaatsvindt, maar het vindt daadwerkelijk plaats in de neus. Dus retronasaal ruiken. Nog een test. U heeft ook een zakje met een kruis erop. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom wij 2 neusgaten hebben?
We hebben twee ogen en twee oren om ruimtelijk waar te nemen. Maar kunnen wij richtingen ruiken? Ik ga u demonstreren wat de beide neusgaten doen. Doet u eens één neusgat dicht. Neem waar. En doe nu hetzelfde met het andere neusgat. En dan zult u merken dat het aan één kant veel sterker is. Wat is het geval? Sommige moleculen zijn alleen waarneembaar in een langzame dan wel snelle luchtstroom. Dus continu in uw neus is er ook een snelle en een langzame stroom. Daar waar het sterkst ruikt, daar is op dit moment de snelle luchtstroom. Wie rookt het rechts het sterkst? Dan heb ik goed nieuws voor u. U bent exact hetzelfde als de mensen die het links het sterkst ruiken. Iedere 3 uur wisselen de neusgaten namelijk van shift. U bent allemaal exact hetzelfde. Nu u wat meer weet van het ruiken, gaan we terug in de geschiedenis. Het Colosseum. Duizenden jaren geleden werd dit gebouw neergezet. En u kunt zich misschien wel, of 1 op de 3, voorstellen hoe dat rook. Bloed, angst, zweet. En die Romeinen, die hadden iets heel slims bedacht om die geur te maskeren. In het Colosseum bevond zich een buizenstelsel. En die buizen kwamen uit in tuitjes, in monden van beelden die in de nissen stonden. Dus op het heetst van de dag, in het heetst van de strijd, konden mensen heerlijke verkoeling vinden in de geuren die verspreid werden. En een van die geuren die verspreid werden, heeft u net al geroken. En dat is oranjebloesem. Dus destijds, de Romein associeerde deze geur met festiviteit. Met grote evenementen. En het intentioneel begeuren van ruimtes, van optochten, dat is eigenlijk pas gestopt in de 18e en de 19e eeuw. Toen ontstond er een angst voor geur. Men ging geuren associëren met ziektes. Denk maar aan malaria, slechte lucht. En ook werd het door de bourgeoisie geassocieerd met het dierlijke, het erotische en het banale. Dat is nou precies de reden dat kunstenaars aan het begin van de 20e eeuw juist wel met geuren gaan werken. Waaronder de futuristen. Het futurisme is een Italiaanse stroming. En die kunstenaars staan bekend om hun verheerlijking van de oorlog, van de machine. Maar na de Eerste Wereldoorlog houden ze zich vooral bezig met zintuigen en met de reuk. Zij begeurden speelgoed. Zij begeurden poëzievoordrachten, zoals hier net gebeurde. En zij begeurden ook stambeelden. U ziet een bloem verschijnen, een houten bloem. Dit was het idee van de futuristen om de natuur te vervangen met synthetische, door de mens gemaakte bloemen. Want alles wat de mens maakte was volgens hun beter dan wat de natuur ons kon verschaffen. En die beelden, die mochten natuurlijk ook niet ruiken naar de natuur. Die moesten ook een hele speciale geur hebben. En nou vond ik in een archief een brief waarin een van die geuren benoemd werden. En ook die kunt u vinden onder uw stoel. Dat is dat laatste zakje. Dus wanneer u het ruikt, gebruikt u beide neusgaten om alles waar te nemen. Wat valt dan op? Het ruikt natuurlijk absoluut niet naar bloemen. En wat voor soort vrouw zou nou zo'n parfum dragen volgens u? Waar associeert u dit mee? Is het een jonge vrouw? Is het een oudere vrouw? Wat ouderwets? Toen dit parfum ontstond in 1919 was het hypermodern. Er zaten namelijk synthetische moleculen in. Dus dit parfum rook naar niets wat men ooit eerder had geroken. Naar niets uit de natuur. Bovendien zat er ook nog een tabaksnoot in. Nou, dat vinden we nu gewoon dat een vrouw ruikt. Maar na de Eerste Wereldoorlog was dat heel erg modern. Vrouwen gingen net roken. En bij dat roken hoorde ook een nieuw parfum met een tabaksnoot. Hier ziet u het verschil in types vrouwen. Dus in de 19e eeuw had je vrouwen die bloemenparfums droegen. En dan zien we Coco Chanel met een sigaret in de mond. Die zei, een vrouw hoort niet naar bloemen te ruiken. Ook de surrealisten gebruikten regelmatig geur, maar om hele andere redenen.
alle surrealistische tentoonstellingen vanaf de jaren 30 tot de jaren 50 hadden een geur. En dat kunnen we natuurlijk niet zien op de foto's, maar ze waren er wel degelijk. De surrealisten waren geïnteresseerd in je bewust maken van hoe geconditioneerd je bent, om makkelijker in contact te komen met je onderbewustzijn. Dus zij mengden zintuigen op zo'n manier dat je in verwarring werd gebracht. En op deze tentoonstelling zou het volgens Simone de Beauvoir, die dat in haar memoires voor ons achterliet, hebben geroken naar Braziliaanse koffie. Als wij nu koffie ruiken, denken wij aan, waar denken we aan? Waar associëren we dat mee? Ontspanning, pauze, gezelligheid. In de jaren 30 had het een andere connotatie. Kunstenaars en intellectuelen die troffen elkaar massaal in het café. Die waren arm, ze hadden geen verwarming thuis. Ze hadden geen adres om hun post te laten bezorgen. Dat gebeurde allemaal in het café. Dus zij hebben hun habitat, de geur van hun habitat, verplaatst naar de galerie. Waar mensen helemaal niet verwachten dat zo'n geur zou hangen. Soms hebben we helaas minder aanwijzingen. De tentoonstelling uit 1942 zou ook een geur hebben gehad. Maar niemand heeft erover geschreven. Hoe kom je er dan achter? Op die tentoonstellingen waren ook een aantal kinderen. Die waren onderdeel van het totaalkunstwerk. Ik vond een van die kinderen. Hij is nu in de 90. En hij was heel erg enthousiast. Hij vond het erg leuk dat ik hem benaderde. Hij wilde er graag over praten. Want hij was heel trots dat hij ooit onderdeel was geweest van een kunstwerk. Dus ik stelde hem de vraag. Ik dacht, oh, dit is de laatste persoon die het mij kan vertellen. De laatste neusgetuige. Dus ik vroeg hem, hoe rook het toen? En hij zei, ik weet het niet meer. Erg jammer. Dat komt ook omdat het geurgeheugen passief is. Dus als u iets ruikt, heeft u levendige herinneringen. Maar als u moet denken aan een geur, is dat veel moeilijker. Nou, van dat passieve geheugen maken kunstenaars nog steeds gebruik. Dit zijn zogenaamde Smellow Flowers van Peter de Kuperen. En die hebben alle drie een andere geur. En dit is in een verzorgingstehuis voor dementerenden. Het geurgeheugen verdwijnt namelijk nooit. Zelfs niet als je niet meer weet wie je bent. Nou, er zijn drie gangen. En die mensen, ten eerste verdwalen ze niet meer, want ze kunnen hun neus volgen. Al die gangen die lijken op elkaar. Dus dat is erg moeilijk om te navigeren. En in de tweede plaats worden er telkens herinneringen opgeroepen door die speciale geuren, waardoor die mensen zich weer zichzelf voelen. Ieder seizoen veranderen die geuren. Nou, een van die geuren die in de winter verspreid worden, die ga ik nu laten verspreiden. Dus ik wil weer vragen of Jorg op het podium wil komen. Zodra wij deze geur verspreiden, gaan mensen altijd praten. Want ze willen hun herinneringen delen. Dit is namelijk een oer-Hollandse geur. Alhoewel, we hebben het ergens anders vandaan gehaald. Kaneel. Kaneel komt voor in speculaas. Dus dat is een collectieve herinnering voor veel van die mensen. De conclusie. Geuren roepen hele levendige herinneringen op. En kunstenaars kiezen vaak juist die geuren die een groot publiek aanspreken, dus die collectieve associaties hebben. Dat is interessant vanuit historisch perspectief. Maar ten laatste, als u nou eens bewust zou gaan ruiken, dan is wat u vandaag ruikt uw herinnering van de toekomst. Bent u geïnteresseerd in de zintuigen? Kijk dan ook een van de andere colleges. Hartelijk dank.